Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Feest Seizoen 3. We staan hier bij het grote BBC-gebouw. Of BBE, sorry. DBE. Ik zeg het gewoon 3 keer achter elkaar verkeerd. In de vorige video hebben we dit gebouw gevonden en heb ik een brief gekregen van dit bedrijf. Geachte heer Knalnut. Helaas heeft ons het zeer ernstige nieuws bereikt dat er wat spanningen zijn tussen de cowboys en piraten op ons prachtige continent. Dit klopt, jongens. Dit is natuurlijk niet waar wij als DBE naar streven. Dus zijn wij genoodzaakt om de boel nauwlettend in de gaten te houden. DBE? De boereneenheid? Waar is de DBE voor? Iedere beweging zal door ons gezien worden. Er zullen drastische consequenties volgen wanneer acties buiten de normen vallen. U hoort nog van ons ondertekend DBE. Wie is de DBE? En het is verboden voor onbevoegden, maar ik wil vandaag toch deze video beginnen door eventjes gewoon te kijken en te gluren wat hier allemaal is. Maar ik wil niet te ver gaan. Ik ben vorige aflevering tot hier gekomen, tot dit punt. En ik wil nu een beetje naar de ingang toe lopen en een beetje spieken wat ik daar kan vinden. Want ik weet nou niet wat het DBE is. Ga terug, niet betreden. Verboden te betreden. Het staat overal dat er geen toegang mogelijk is voor dit gebouw. Wat is dit? Even kijken. We hebben hier een slagboom met daar een bordje. Verboden toegang. Ja, weet je, Ik denk dat ik gewoon nog heel eventjes niet echt naar binnen wil. Maar er stond ergens een bordje hier in het begin. Volgens mij ergens hier. Hier, let op, betreden is boem boem. Dus ik wil dat risico wil ik gewoon niet lopen. Dat er ineens ergens iets opblaast of zo, weet je. Maar toch kunnen we heel even spieken tot bij de slagboom. Wat we kunnen vinden. Ik zie daar een ingang. Er zitten geen deuren, dus je zou zo naar binnen kunnen. Oké, jongens, we moeten dit gewoon heel even in de gaten houden. Ik heb ook nog niemand hierbij gezien en zo. Dus laten we dit gewoon nog even een paar afleveringen rustig aan in de gaten houden. Kijken of er hier en daar dingen gaan gebeuren. En dan zien we het vanzelf wel. Maar we gaan hier onderzoek naar doen, naar het DBE-gebouw. Goed, we zijn weer aangekomen in het prachtige Piratenland. En vandaag heb ik een hele leuke planning. In de vorige video hebben we natuurlijk dit hotel hier ingericht. En hebben we 2 grote piratenvrienden hier nu wonen. Char en... Oh, ze hebben een camera opgehangen. Oh, oké, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden dat ze een camera hebben opgehangen. Hebben ze binnen ook nog dingen aangepast misschien? Ik weet het niet. Die camera hier dan, geen idee of ik daar wel dan mee wil gaan klooien. Ik weet in ieder geval wel dat ik hier een contract met ze heb getekend dat ze wekelijks 3 diamonds plus 2, dus 5 diamonds moeten betalen aan mij om hier te wonen. Dus ik heb ze een soort van opgelicht. Maar goed, vandaag wil ik naar de schat van kapitein Bruinbaard. Want ik wil gaan beginnen met de schiereilandjes. Ik heb alle spulletjes al klaargelegd. Dus we kunnen zo aan de slag. Dus dan moet ik de dynamiet hier even opruimen. Dat zou eigenlijk meneer KB doen, onze cowboy. Maar hij heeft nog niks van zich laten horen, de sheriff. Maar goed, we gaan de bruggetjes hier maken van eiland naar eiland. Dan wil ik hier het eerste huisje bouwen. Ik wil later misschien daar een huisje bouwen. Ik heb spulletjes overal al klaargezet. Maar ik denk dat we alleen beginnen met de bruggetjes en het huisje op dit eerste eiland hier. Maar voordat ik dat ga doen, jongens, wil ik even wat leuks laten zien. In Content Feest Seizoen 3 zie ik er natuurlijk uit als een prachtige piraat. En Milan Lucas de Haan heeft echt een geweldig... Ik vind dit zo cool. Kijk hoe leuk deze fanart is. Met kapitein Snavel erbij. Als je mijn Minecraft poppetje ziet. En je ziet dit dan. En dan weer mijn Minecraft poppetje. En dan zie je dit weer. Dat is toch gewoon leuk. Dus voor van deze aflevering zal ik hem voor mijn klok en mijn dingen zetten zo. Kijk, dat is mooi. Dat is een mooie plek. Ik zal hem nog even een leuke plekje geven binnenkort. Maar voor nu, ik vind het echt geweldig om hem even daar neer te zetten. Goed, laten we dan beginnen met het eerste boothuis dat ik ga bouwen. De bruggetjes. De TNT of de dynamiet hier even opruimen. En dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen, jongens. Dat gaan we doen met een prachtige timelapse, zoals gewoonlijk. Dus veel plezier met kijken. In 3, 2, 1. Blablabla.
Jongens, daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En dit is het allereerste huis wat niet een blauw dak heeft. Tot nu toe hebben we alleen maar huizen gemaakt zoals het vissershuisje met een blauw dak. Het hotel daar, de bibliotheek en de stallen hebben allemaal een blauw dak. Ik dacht, het is een keer tijd om een ander kleur dak te maken. We hebben hier nu een oranje dak. En ik moet zeggen, het matcht zo goed met de rest. Ik heb hier de ingang van het huis gemaakt. En dan kan je er hier onder doorlopen. Omdat ik natuurlijk wel nog steeds het... Oh, nee, trouwens, ik heb ook gewoon deze paden gemaakt. Deze paden waren voor de timelapse ook nog niet aan de bruggen en zo. Ik wou zeggen, want ik had die paden natuurlijk al. Ik wilde daar een huis overheen bouwen. Maar dat is helemaal niet zo. Ik heb die paden eerst gebouwd en daarna gewoon snel dat huis erachteraan. Maar kijk hoe leuk dit eruit ziet. We hebben hier ook een soort hijskraan die een boot in en uit het water kan tillen. En of je nou nu in het water wordt getild of uit het water wordt gehaald, dat is de grote vraag. Maar het is in ieder geval een manier om mensen hier in te laden en spulletjes in te laden. En dan kan deze roeiboot misschien al deze barrels en kisten, weet ik veel, allemaal naar die boot of die andere boot erachter brengen. En ik denk voor het verhaal dat het logisch is dat hij het naar deze hier brengt, die kleine. Maar goed, kijk hoe leuk dit oranje dak is. Ik heb een beetje smooth red sandstone gebruikt. Ik heb koper gebruikt en ik heb wol en acaciahout gebruikt. Op die manier kan je een soort van, ja, oranje kleurenpatroontje creëren. Ik vond het in ieder geval wel gewoon leuk uitzien. En dan de binnenkant, jongens. Helemaal nog niet ingericht. Een klein kamertje hier als je binnenkomt. Dan kan, weet ik voor wat, misschien kan hier wel gewoon een eetkamer, keukentje, slaapkamer komen. Maar, nee, trouwens hier niet de slaapkamer. Slaapkamer moest hier boven komen. Hier heb je best wel een grote ruimte boven. Trappetje naar beneden, trappetje naar boven hier. Het is best wel, van buiten ziet het er redelijk groot uit, moet ik zeggen. Maar als je binnenkomt is het eigenlijk best wel een klein, simpel huisje. Maar dat maakt niet uit. Dat is natuurlijk niet extreem erg dat het maar een klein huisje is, want ik ga er ook niet wonen of zo. Ik zit te denken, wat wil ik met het interieur doen? Want het is een boothuis. Het heeft meer verhaal dan dat het waarschijnlijk nut gaat hebben. Maar wat plaats je in een boothuis? Een beetje opslag, zou je zeggen, voor dingen die naar boten kunnen. Maar wat voor opslag moet ik uit mijn grote bootopslag daar halen om in dit huisje te stoppen? Gaat er iets nuttigs zijn wat ik hier kan doen? Ik moet nog heel even over nadenken. Maar goed, jongens, ik heb dus de paden zo gemaakt. Die gaan hierheen. Dan heb je hier ook een bruggetje naar de overkant. Dan wil ik hier waarschijnlijk een vuurtoren gaan bouwen. Een soort van piraatvuurtoren. Dus niet een rood met witte vuurtoren zoals jullie hem kennen. Maar gewoon een beetje middeleeuwse piraatvuurtoren. Omdat dit echt het meest verre uithoekje is van Piratenland. Ik bedoel, als je hier zo staat, er is letterlijk niks dat verder naar de zee kijkt dan dit puntje hier. Dus dit is een hele mooie plek voor een vuurtoren natuurlijk. Want piraten komen hier allemaal binnenvaren met hun schepen en zo en bootjes. Dus als het dan donker is, moeten ze wel een beetje licht hebben. Goed, dan gaat het pad hier door. Dan hebben we hier nog het laatste bruggetje. En dan heb ik daar allemaal shulkerboxen staan. Dit is namelijk de spulletjes die ik over heb van het bouwen van dit huis. En mijn spulletjes die ik nodig ga hebben voor de vuurtoren. En een kippetje in het water. Ben je lekker aan het zwemmen, kippetje? Oh, pas op dat je niet te nat wordt. Goed, laten we dan heel eventjes een bootje pakken bij mijn vissershutje. Volgens mij ligt daar wel een bootje. Ik hoop het op zijn minst. Ligt hier een bootje klaar? Er ligt... Nee, er ligt geen bootje. Dan moet ik zwemmen. Moeten we helemaal naar mijn grote boot daar zwemmen. Gelukkig zijn piraten uitstekend in zwemmen. Oh, jongens, het begint er zo goed uit te zien naar de schiereilanden. Er moet echt nog heel veel gebeuren, maar gewoon huisjes zoals dit en bomen en details overal. Het ziet er zo goed uit. Oké, ik zit heel eventjes in mijn kisten rond de neuzen, wat ik misschien daar kan stoppen. Kijk, boten. Oké, dat zou daar leuk zijn, weet je. Maar ja, ik ga niet random ineens alleen maar boten stoppen. Daar moet wel iets nuttigs daar opgeslagen worden. Het is een oranje huis en honing is oranje. Ik zou letterlijk mijn honing daar kunnen stoppen. Dat het een honinghuis is. Het enige is, als ik daar mijn honing stop, leuk, maar mijn honingfarm is letterlijk hier. Dus dan zou je hier, bij dit anker hier in de muur, zou je mijn honingfarm hebben. En dan helemaal daar is waar ik de honing opsla. Nou, dat is niet echt een logische plek om honing op te slaan. Ik zou niet weten waarom ik dat daar zou doen. Weet je, laten jullie het even in de reacties weten, jongens. Wat moet ik in mijn nieuwe boothuis als opslag gaan doen? Wat moet ik daarin gaan stoppen? Wat moet het interieur gaan zijn? Het heeft allemaal geen haast, dus jullie kunnen gewoon lekker reacties achterlaten. En dan zien we vanzelf wel wat voor interieur we erin gaan gooien. Maar goed, dan nu. Ik moet echt een keertje deze ruimte hier opruimen met al die shockboxen die overal staan. Maar dat is even niet belangrijk. Dit licht brandt. Abonneer op Rick. Jemig, Rick. Poepbordje hier. Ik heb een hele belangrijke taak. Ik moet namelijk een visengel maken. Want ik zou in de vorige aflevering mijn eigen super overpowered visengel gaan maken. Maar dat was ik helemaal vergeten. Dus laten we even snel naar de winkelvallei gaan. Want ik had twee afleveringen geleden dat ik een klachtenbrief geschreven. Dat de enchantments voor de fishing rods op waren. En als het goed is, zijn die weer bijgevuld. En ik moet nieuw eten kopen. Mijn eten is op. Dus ik moet heel even gaan shoppen. Zelfs 's avonds ziet het DBE-gebouw er gewoon
mysterieuzer uit. Zelfs, het ziet er s'avonds nog mysterieuzer uit. En ja, de winkelvallei is nog steeds in complete kerstsfeer. De ijzerwinkel heeft nog steeds een kersthoed op. Ik weet het, het moet allemaal nog opgeruimd worden. Oké, okay, stop 1. De eetwinkel. Even kijken. Ik dan koop, denk ik, even gewoon 1 complete stack porkchop of zo. Nou, steak is beter. We kopen wel gewoon een stack steak. Zo. Rijden we even door naar de Wijze L. En dan gaan we daar eventjes ons prachtige boekjes kopen. Niet weglopen, hè, Benno. Ik zet je hier even neer, niet weglopen. Oké, als het goed is, hier beneden moeten boekjes zijn. We hebben hier... Oké, jongens, deze enchantment is goed. Want dit betekent dat vissen sneller naar je hengel komen, volgens mij. Dus dan vang je sneller vissen of andere dingen. Wat hebben we nog meer voor enchants? Oké, dat is dezelfde. Als deze. Dat is ook dezelfde. En deze is ook dezelfde. Zijn dit serieus de enige boekjes? Oh, Luck of the Sea. Ja, die wil ik ook hebben. Ah, oké. Okay. Luck of the Sea en Lure. Het is moeilijk woord om uit te spreken voor mij. Maar in ieder geval, we hebben de 2 boekjes die ik wilde hebben, jongens. Dat kost, als het goed is, 2 boekjes. Kost 5 diamonds. Waarom hebben ze nou nog steeds geen ender chest in deze winkel? Daar ga ik ook een klachtenbrief over schrijven. Benno, waar ben je? Benno, je bent 2 seconden heb ik je buiten laten staan en je bent weggelopen. Oh, ik wou het zeggen, waar ben je heen? Prima, we gaan wel even langs de Boom Boom winkel om hier weer diamonds te pakken uit mijn ender chest. 2 diamonds, nee, 3 volgens mij, hè? Volgens mij waren het er 3. Zo, even kijken. Oh, 5 diamonds? Ik dacht dat ik er maar 3 moest betalen. Moet ik er 5 betalen voor 2 boekjes, jemig. Oké, in de kassa ermee. Hoppakee. Benno, we gaan naar huis. Goed, dan moet ik even een anvil zoeken. En volgens mij heb ik wel in dit huis hier een anvil staan. Althans, dat lijkt me. Heb ik hier een anvil? Hallo? Nee, ik heb geen anvil hier, ongelooflijk. Gelukkig hebben we genoeg ijzer om nieuwe anvils te maken. Dan maken we er gelijk even 2. Of 3. 3 is ook prima. Want ik wil natuurlijk wel gewoon hier boven mijn bibliotheek even mijn fishing rod gaan enchanten. En daar moet ik dan natuurlijk wel een anvil hebben. Even kijken hoor, die plaatsen we dan... Oh mijn god, er staat een... Er stond al een anvil hierboven. Wat stom. Dan heb ik voor niks anvils gemaakt. Dat maakt niet uit. Oké, ik wil er sowieso deze opzetten. Dan wil ik er sowieso deze opzetten. Dan zijn mijn enchants of mijn XP is op. Maar ik heb hier ergens heb ik een breaking. Ja, en mending. Ja, een breaking en mending. Die 2 wil ik er ook nog even opzetten. Het enige is dat kost dan 5 levels en 6. Maar dan ga ik jullie wat leuks laten zien. En daarvoor moeten we even naar mijn vissershutje. 360. Bonk. De magie van het vissen is dat je daar volgens mij ook extreem veel XP van krijgt. Kijk, er komt nu al een vis aan. Dat komt door die lure 3 erop. Hier, kijk. Op deze manier kunnen we wel heel even door tot level 10 hooguit. Gaan we even zitten. Misschien level 11 of 12 of zo. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer. Goed, jongens. We zijn inmiddels level 12. En ik heb zo belachelijk veel items opgevist. We gaan er heel even langs. Ik was puur aan het vissen voor gewoon het effect dat ik dan even level 12 kon worden om dit ding te enchanten. Kijk, nu ben ik trouwens... Oh, wat een irritante zombie. Die gaan we gelijk vermoorden. Waar ben je? In het water? Oh, Waar ben je? Waar bevind jij je? Sowieso hierin. 100% hier. Hier. Ik wist het. Rotbeest. Hier, dood. Heb ik iets van licht bij? Ik heb geen licht bij me. Gelukkig hebben wij in deze aflevering bruggen gebouwd van eiland naar eiland. Zodat ik naar mijn shulkerboxen toe kan lopen. Die, als het goed is, daar nog steeds keurig staan. En daar heb ik 100% wel een lantern of zo in zitten. Of een torch of zo. Nou, een lantern. Sowieso een lantern. In de eerste. Nee. In de tweede. Nee. De derde. Nee. De vierde. Ja, een stack. Oh, precies een stack. Nice. Maar dat ga ik niet allemaal meenemen trouwens. Gewoon 8. En dan kunnen we het hier gewoon belichten. Yeah, geen zombies meer. Maar waar ik natuurlijk voor kwam, jongens, is om mijn buiten te laten zien aan jullie. Heel wat koraal hebben we opgevist en andere groene poepdingetjes. Leuk, maar is niet precies wat ik nodig heb. We hebben ook, als het goed is, wat hoofden. Die zijn echt heel leuk om opgevist te hebben. Dan hebben we weer wat armor opgevist. Hier allemaal chainmeal voor een of andere reden. Een iron hoe. Een andere vishengel. Een zadeltje. Behoorlijk wat visjes natuurlijk. Wat random mob drops. En we hebben 2 fishing crates opgevist. Dit is nou precies waar ik het over had 2 afleveringen geleden. Wat ik aan jullie wilde laten zien. Fishing crates. Kijk, we plaatsen hem en daar zit in. Gewoon super goede dingen. Deze Nautilus shells, die heb ik nodig om uiteindelijk zo'n conduit te maken. Zodat ik onder water kan ademen. Dit is toch geweldig, jongens, deze dingen. Hier, dan slopen we hem weer. Plaatsen we die andere. En daar zit... Kijk dit nou. Kijk nou wat een
Ook op zich zitten er niet hele bijzondere dingen in. Maar het is toch leuk? Het is toch leuk dat je dit op kan vissen? Ik bedoel, ik haal het er allemaal gewoon uit en stop het hier in mijn vissershut. Een hele collectie wat ik hier allemaal opgevist heb. Ik bedoel, deze armor ziet er oprecht ook gewoon mooi uit. Omdat ze met een armor trim zijn. We gaan deze sparen, die shells, jongens. Want zodra ik er in totaal 8 heb, moet ik een Heart of the Sea in het midden stoppen. En dan krijg je een conduit in Minecraft. En als ik die dan onder water plaats en aanzet, dan kan je onder water ademen. En mijn doel is om die uiteindelijk hier in het midden van het water te plaatsen. Zodat ik altijd, als ik hier wil zwemmen, kan ik gewoon onder water ademen. Hoe leuk is dat? Maar goed, we hebben een anvil. Die kunnen we nu plaatsen waar wij willen. En dat is... Zo, dat is toch moeilijk. Hier buiten. Hier zo. Mooie anvilplek. Want nu kan ik de enchanter opzetten die ik wilde. Ik wil er een breaking op hebben. En ik wil er mending. Oh, dat kost 9. Waarom kost dat 9? We gaan weer heel even vissen. Goed, jongens, we zijn level 9. Dan halen we dit laatste visje even uit het water. Dan heb ik gewoon een diamond shovel gekregen. De beloningen van vissen zijn zo absurd. Ik vind het zo gewoon leuk om te doen. Ik heb vissen eigenlijk nog nooit leuk gevonden in Minecraft tot nu. Dan kunnen we er eindelijk luck of the sea, of nee, mending opzetten. Hoppakee. Dan heb ik eigenlijk ook nog een name tag. Dus hoef ik nog maar één visje te vangen, dat ik nog maar één level heb. Want dan kunnen we de vissengel ook een naam geven. Oké, ik ben niet alleen level 5, maar mijn vishengel is ook helemaal gerepareerd. En ik heb 3 fishing crates gekregen. Ik heb denk ik letterlijk even totaal 1, 2, 3, of nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dingen opgevist volgens mij. Ongelooflijk. Oké, laten we eerst een naam zetten op mijn vishengel. ik heb een leuke, ik heb een hele leuke. Want er zit natuurlijk een haak aan je vishengel. We noemen hem kapitein Haak. Waarom kan dat niet? Je kan een vishengel toch een naam geven? Kan dat niet? Huh? Oh, dat... Dat moet natuurlijk niet met een name tag. Wat ben ik nou aan het doen? Daar heb je helemaal geen name tag voor nodig. Kapitein Haak, het kost 16 levels. 16 levels om hem kapitein Haak te noemen. Nou, oké, dat komt wel een andere keer dan. We onthouden het wel, dat we hem kapitein Haak gaan noemen. Dat vind ik een hele leuke naam voor mijn visengel. Wat voor beloningen krijgen we nog? Nog, jemig. Hebben we nog een schat? Deze schatten zijn echt absurd, jongens. Deze schatten zijn echt bizar. Kijk wat voor beloning ik hieruit krijg. Trouwens, ik heb 20 XP-bottles gekregen. Wacht eens even. Op deze... Oh, ik dacht misschien halen we dan level 16. Ik had natuurlijk gewoon XP-bottles gekregen. Wat deed ik moeilijk. Oké, laten we mijn visengeltje even hier ergens in een kist stoppen. In deze hier, de visengel kapitein Haak. Zo, ik ben veel langer met vissen bezig geweest dan dat ik wilde eigenlijk. Maar ik vind het gewoon oprecht heel leuk om te doen. Zeker omdat je die leuke beloningen kan krijgen. Ook al was het doel van de aflevering dat ik dit huisje zou maken hier en misschien zou inrichten en zo. Maar als het goed is hebben jullie leuke reacties achtergelaten met wat mogelijk in dit huisje hier kan komen. Dus ik ben heel benieuwd om die allemaal te lezen. Dan gaan wij alvast het volgende doen. En daarvoor moet ik heel even naar mijn grote boot. Even een stukje wandelen. Wel mooi onder de waterval hier doorlopen. Is altijd leuk. Want even kijken. Ik heb hier nog 3 van die Nautilus shells. En ik vraag me af, heb ik een Heart of the Sea? Ik heb een Heart of the Sea. Dus ik vraag me af, heb ik er dan, of heb ik er dan nog nodig? Oh, oké. Nog 2 heb ik er nodig, jongens. Volgens mij heb je er 8 in totaal nodig. Dus die ga ik gewoon even een keertje buiten mijn opname om. Ga ik die opvissen voor jullie. En dan kunnen we misschien in de volgende aflevering... Of ja, ik denk dat ik de volgende aflevering eerst misschien die vuurtoren wil bouwen. Maar misschien in dezelfde aflevering kunnen wij die conduit maken. Zodat we onder water kunnen gaan ademen. Hoe leuk is dat? Want als dat gedaan is, dan kan ik ook heel makkelijk projecten hier in het water gaan doen. Dan wil ik misschien bootjes hier gaan maken. Dan wil ik misschien een haai gaan maken die aan het rondzwemmen is. Een walvis die uit het water komt. Verzin het. Dan kunnen we zoveel leuke dingen kunnen we hier in het water gaan doen. Nu is het gewoon te vervelend om telkens die potions te nemen en weet ik wat allemaal. Zo'n conduit gaat gewoon top zijn. In ieder geval voor nu jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nogmaals dikke shout-out naar Milan Lucas de Haan voor het maken van kapitein Knalnut samen met kapitein Snavel. Hoe leuk. Eigenlijk had hij ook nog kapitein Haak in zijn handen moeten hebben. Dat is natuurlijk de nieuwe aanwinstaande de piratenfamilie. Maar het ziet er echt geweldig uit. Kijk nou hoe leuk tekening dit is. In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Als je het nou zo leuk vond, kijk dan lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veen deel. Ook een hele leuke video. Hierin is het hotel ingericht. En zijn er 2 nieuwe piraten komen wonen in Piratenland. En nu spreek ik later. Glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.